Hallo allemaal en welkom bij... Ja, hoe zal ik deze eigenlijk noemen? Het is Farming Simulator 22, sorry. Het is een... Poer te ritjes gevalletje. Vanaf nul beginnen. Deze twee heb ik al, ben ik al aan het spelen. Maar je kan met 3 save games kwijt, dus... Ja, en hier kan je kiezen waar je naartoe wil. Frankrijk, Tirol. Ik ga naar Amerika voor deze keer. Doorgaan. Dank u. Ik vind het Facebook. Levenloos lichaam aangetroffen. Amsterdam. Kornhorst. Wow. Dat is mij nu 2 meldingen. Waar is dat? Zuidoost. Ah, ja, zon. Zuidoost. Oh. Alexa. Start timer 30 minutes. 30 minutes. Starting now. Thank you. Starten. Ja, dat is mijn karakter. Lijkt er totaal niet op. Des te beter. Ik ga mijn eigen ook niet maken. Dus. We gaan land kopen als eerste. Escape. Ja, ik werk op PC. Sturen. Gaspedaal. Blablabla. Dat vind ik voor mij. Om de trekker, et cetera, te besturen lopen, moet ik vind het super. We gaan dit kopen. Zo, maar nu heb ik mijn land, nu kunnen we het spel beginnen. Moet de brood nodig, wat ik nodig heb, moet ik kopen als het niet tweedehands te koop staat. Wordt het tweedehands te koop aangeboden, ben ik hetgeen wat ik heb. Moet ik verkopen om het tweedehands te kopen. En dat is alleen voor de begin dingen die ik nu moet kopen. Omdat ik anders niet kan beginnen. Dus dat is mijn regel. Ik mag niet op zoek gaan naar artefacts. Want die geven geld. En als je ze een set compleet hebt, krijg je 1 miljoen. Dus dat doen we niet. Ik heb er al, met mijn andere heb ik al een dichtstuk gevonden, daarom weet ik het. En ik heb ook op YouTube gekeken naar filmpjes van dit wat ik speelde. Dit nog niet zo lang. Nee, ik heb dit spel gepreorderd destijds. Oh, sorry. Hier vertel ik ook iets meer over te grappen. En dat heb ik in november is dat uitgekomen. Ik heb het pas verleden week geïnstalleerd. En nog niet gespeeld, want... Ik heb niet kunnen uploaden voor 2 maanden, omdat ik overvol zat met mijn werk. 5 dagen per week, van 6 tot 5. Inclusief de zaterdag. En ik verscheen vanochtend op het werk. Ik kwam mijn foreman naar me toe. Hij zegt, ik heb goed nieuws voor je en ik heb slecht nieuws voor je. Hij zegt, ik begin met het slechte nieuws. Hij zegt, ik stuur je nu voor 1 week naar huis. Want we zijn, het bedrijf is in de problemen gekomen door de arbeid... De rusttijden bent. Je bent uitzendkracht en je mag niet zoveel overuren maken als je maakt. Want ik maak die overuren niet op de plek waar ik werk, maar dat doe ik bij een ander bedrijf op het terrein. DHC heet dat en dan sta ik aan de kraan en een vuilcontainer storten. Ik werk bij een vuilbedrijf en ik ben straler van beroep. Ik straal de containers. Hij zegt, en het goede nieuws is... Jeroen, wil je even komen? Jeroen is de man die over de contracten gaat. Hij zegt, ja Chris, ik wil even weten hoe jij het vindt als we je in vaste dienst zullen nemen. Ik zeg, nou, dat vind ik 2 duimpjes omhoog, dat wil ik wel.
Hij zei, dan moet ik even een kopie van je loonstrook hebben. Maar ja, gelukkig heb ik een app van mijn uitzendbureau waar ik dit kan laten zien. Dus heb ik gefotografeerd. Hij zegt, nou, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Hoe ik je vaste dienst kan krijgen. Ik zeg, hartstikke bedankt. En het is me wel voor 98% zeker, dus daar ben ik heel blij om. Maar ik werd dus vanochtend ik was om 6 uur op mijn werk. Werd om 6:30 was ik thuis. Ben weer mijn bed ingedoken. Het is nu 2:30 in de middag. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is 2:30 in de middag. En ja, dat is die mooie vrouw. Ik ben net een uur wakker. Ik heb natuurlijk, wat ik kwam thuis, ik ben in mijn bed gelegen. Ik was meteen vertrokken. Maar nou, dat betekent dat mijn lichaam rust nodig had, want ik merkte het de laatste tijd al. Ik was snel moe, had weinig zin, had geen puff. En nou, die uurtjes dat ik net in bed heb gelegen, in die douche die ik genomen heb. En dan het vooruitzicht dat ik een hele week rust heb. Tot het nieuwe jaar. Want ja, ondertussen heb ik ook kerst gehad. Ik heb een staalsplinter in mijn oog gehad. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan om te laten verwijderen. En geloof me of niet, maar je voelt het niet als ze hem eruit halen. Je merkt dat er iets in je oog zit, ja, want hij wordt helemaal rood. En hij ging op de deur, ging mijn ooglid pijn doen. En ik wilde eigenlijk na het werk naar de eerste hulp gaan, maar mijn chef, mijn voorman zegt, ga jij alsjeblieft naar de eerste hulp, want het ziet er niet goed uit. En ik dacht, ik heb grip in mijn oog, want daar straal ik mee. Ik ga naar de eerste hulp en die dokter die kijkt, hij zegt, je hebt geen grit in je oog, maar je hebt een staalsplinter in je oog, precies op mijn lens. Nou, ik ben niet meer bang ervoor, want ik heb al zo vaak grit uit mijn ogen gehad, het gaat bijna op dezelfde manier, dus zalf in je oog en nou, dan krijg je een tubetje mee, dan moet je zo een centimeter dingetje in je oog spuiten. Veel succes, mij lukt het amper. Ik heb een spiegel nodig om in mijn ogen en dan tel ik het tubetje in de ogen en die pijn komt, knijp ik mijn oog dicht. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. Mijn ogen zijn weer goed. We gaan nu machines kopen. Even kijken. 350.000, ja. Ik heb dit al meerdere malen opgenomen, echt waar. En de hele tijd ontbreekt er wat. Dus volgens mij heerst er een vloek op dit spel om op te nemen. Maar goed. Escape B. We gaan eerst kijken wat in de aanbieding is. Is dat een even truc? Nee, is een verrijker, daar heb ik niks aan. Dat is een oogstmachine. Oh, dat is, die weet het, die vieze ding, olijven. Nee, daar heb ik niks aan. Dat is een oogstmachine voor wat ik waar ik wel interesse in heb. Hou er rekening mee, als je dit koopt, je moet ook een saaimachine kopen van de voorkant. En ik ben verplicht dit te kopen. Want ik heb een, hoe heet het nodig, een oogstmachine. En het is Massey, daar ben ik blij mee, want het is mijn favoriete merk. Michelin, kan dat? Ja, Michelin. Dat is ook mijn favoriete wiel. Dat ziet er wel cool uit. Hij kan een beetje tegen heftig terrein. Motorconfiguratie. Nee, doe me niet. Nee, dat ben ik niet, want dan ben ik heel snel door mijn geld heen. En ik wil geld overhouden, omdat je altijd voor onvoorziene uitgaven komt te staan. Maar reparaties, want ik koop deze twee lands. Ik weet zeker dat ik het moet repareren. Die kopen we. Wat is dit? Een balenverzamelaar. Voor het verzamelen, kan je die veranderen? Nee? Oké, dat hoef ik hem niet te hebben. Daar heb ik niks aan, want ik moet hem kunnen hebben voor balen. En in het geval voor het zakken erop te zetten. En om graan, et cetera, in op te slaan, om het naar de silo te rijden. Dus ik moet er eentje hebben die ik kan veranderen. Dus voor dat moet ik dan zo lang deze nemen. En hij moet momenteel een palenwagen worden. En als ik dan, want dat kost niks. Dat is gratis. Als je het om wil laten bouwen.
Dus dan kopen we die. Zo, en we hebben nu nog geen heftruc. Is er hier alweer wat veranderd? Nee. Ik had net een John Deere heftruc hier al. Oh man, ik hoop dat die weer terugkomt. Dus voorlopig gaan we maar een middelgrote tractor kopen, want ik moet een middelgrote. Oh nee, wacht, je hebt ook een kleinere. Nee, je hebt ook een kleinere. Maar het is alleen niet de goedkoopste. Ja, want dan moet ik deze kopen. Want eigenlijk had ik deze moeten kopen, maar ik heb een voordinges nodig. Voorloder. En deze heeft het. Nee, terug. Deze heeft het niet. Nee. Deze wel. Deze weet ik zeker. Voorlaadoptie. Oh, deze kan alleen quick hebben. Nee, dan hoef ik hem niet te hebben. Want ik wil hem ouder hebben. Maar met die quick zit je zo te kloten. Nee, dan wordt het toch een middelgrote. Maar dan kan ik de eerste gewoon in. Houden. Zo. Die kopen we ook. En als er nou een nieuwe heftruc tevoorschijn komt in de... Dan moet ik deze verkopen en hier staat moet ik hem kopen. Maar hier heb ik niks aan, want hier kan ik niks doen. Meedoen, want dat heb ik allemaal nog niet. Dat ligt in de toekomst. Ik heb een... wacht, een aanhanger had ik toch? Ja, oké. Dan is dat gedaan. Ik heb een maaier nodig. Want anders kunnen we niet maaien. Wat nou? Je hebt onvoldoende geld. Wat is dit nou? Die update is er geweest. Hebben ze de prijs, het geld wat je normaal krijgt, teruggezet? Want de prijs van daar is ook naar beneden gegaan. Ik ga even opnieuw beginnen, sorry. Want ik wil weten wat mijn stadkapitaal is. Spel verlaten, ja. Carrière, hier. Oh, dank u. Moeilijk. Deze, starten. Bezig met laden. Want hoeveel geld krijg je nu? Je krijgt normaal 15.000 euro. En dan kon ik een trekker van kopen. Weet ik veel wat allemaal. Ik kom daar niet eens op een 3 kwadraat. Nee, 500.000. Oh, wacht even. Misschien zijn die tweedehands dingen niet goedkoper als dat. Wacht even, nee. Oké. Dan moet ik het ding veranderen. Ik mag alleen het broodnodige kopen. En moet uitbreidingen kopen op de tweedehands site. Want anders kom ik niet uit met mijn geld. Dus we moeten weer escape doen. Dan gaan we X kopen. Ja. Nee, dat hebben ze dus niet veranderd, want we hebben een update gehad en daarbij is de prijs van kippen die waar je normaal 6.000 teruggegaan naar 4.000 max. Dus ja, maar als ze dan ook even de lakreparatiekosten naar beneden willen brengen, dat zal ook wel een prima ding zijn. Dan moet ik even teleporteren naar mijn land, want ik wil weten wat er op mijn land staat, zodat ik daar de spullen voor kan kopen, want ik kan wel een maïsding kopen en geen maïs op mijn land hebben. Dan zeggen we spatie. Bezoeken. Die auto is niet van mij. Dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik je met 100% zeggen. Dan hebben we een map even nodig. Zo. Ah, ik ben hier. Enjoy nature. Ja, altijd. En koop in Nederland. Hè. Want China is niet meer aantrekkelijk. Daar heb je de trein. Ik zal niet zoveel gebruik maken van de trein. Oh god, is dat nu kapot? Oh nee, oké. Want dat is van Samuel Ortega. Ja,
Kijk, mijn eerste uitbreiding zal 60 worden, denk ik. Of 58. Want die is aangrenzend meteen 59. Dus er zit een spel in een pauze tussen. Dus, is ook symbool zeker? Ja, ook symbool. Oh, dan moet ik weer alles instellen. Fuck. Nou, dit is een beetje een warrige video, sorry. Zoals gezegd, wat is dit? Zorgen. Er komen andere. Ik plant andere dingen als dit weggaan, maar weggehaald is. Haven. Oké. Okay. Zorgen, haven, ja. Oh, laat mijn andere veld kaal zijn, want ik heb mijn boerderij erop zitten. En dat is het niet. Ah, dat maakt niet uit, want laat ik hem weer dit even oogsten. Sojabonen, vind je aan. Ja, zie je onkruid dat dan? Nee. Nee, er gaan twee dingen uit, want echt, die stenen zijn gebukt. En het onkruid heb ik gewoon een hekel aan. Nee, dat loopt. Naarmate ik meer verdien, gaat dat omhoog. Net zoals andere dingen die ik terugzet. Vuil gaat bijvoorbeeld uit, want ik heb nog geen doel om een hoge drugspuit te kopen. Want dat is niet belangrijk nog. Dat is pas belangrijk als mijn boerderij groter is, dat ik meerdere velden heb en meerdere dingen. Want ik heb nu maar 3 velden, dus dat eigenlijk bedoel ik dat ik meerdere velden krijg. Om mijn kippen op te hebben, varkens, koeien, nou misschien paarden, maar ik denk het niet. Ik weet niet zo op paarden. Dat moet allemaal aan. Dus het brandstofverbruik, dat zeg ik, dat gaat ook allemaal automatisch omhoog. Remmen. Dat moet aan. En die moet ook aan. Want ik heb geen zin om steeds meer dingen te moeten starten. Gewassen. Vernietiging uit. Oh, andermans gewassen verpulver je niet. Alleen je eigen gewassen. Ja, oké. Okay. Veldstein gaat uit. Zo. Nou, dit laat. Oh, en mijn onkruid gaat uit. Zo. Heb je dan meerdere opties in? Nee, ja. Opslaan. Zo, land hebben we nu. Goed, dan gaan we kopen. Oh, wacht even. Laat ik eerst even naar de ding teleporteren waar mijn dingen worden neergezet. Dat is wel prettig. Dat moet ik dat achteraf doen. Oh, eentje naar beneden. Eentje naar beneden. Ja, goed zo. En de winkel is hier. Met spatie. Zo, dan staan we bij de winkel. En dan doen we 9 even weg. Poink. En dan zeggen we P. Hoeveel geld heb ik nog? 350.000. Wat als we nou hier kijken? Dat is een maaier. Maar die kost 10.000. Mijn goedkoopste maaier. Oh nee, die kost 25.000. Hoe kan het dan dat ik niet aankom met mijn geld? Een camper, maakt het eigenlijk uit? Ik weet het niet. Volgens mij niet. Dat is volgens mij een verrijker. Ja. Ik koop hem onder voorwaarde, want ik weet niet zeker of ik hem kan gebruiken. En je verkoopt alles met verlies. Dus ik krijg er geen 10.000 meer voor terug. Want dat zou ik er namelijk voor terugkrijgen, stel dat ik hem wil verkopen. Er gaat gewoon even 50% vanaf. Geweldig. Nee, wat is dit? Oh, dat is die balenpersen. Ja, nou, die heb ik nog niet nodig, want... Of wel... Nee, ik wil. Nee, dit is iets wat. Dat, kijk, wat, nou weet ik het alweer. Dan ga ik dingen kopen. Ja, het is maar 25.000 natuurlijk. Hè?
Want zodra je stro gaat maken, kan je gaat harvesten. Nou, ik heb nog geen stro, dus. Wat is deze geschikt voor? Oh, sorry. 40 maanden oud. 70 kilometer per uur. Nee, het is nog niet belangrijk. Nee, ik heb nog zin om even escape te drukken. Oh, een beetje terug. Nou, dan moeten we. We hebben geen lift drukken. Nee, oké. Okay. We gaan eerst even bij de automachines kijken, want dan hebben we deze nodig. Nee. Wat is er nou? Geen missie. Nou, dat was het heel mooi. Kopen. 264 over. Want daarom had ik de vorige upload alweer gedeleteerd, omdat ik van ja met mijn geld. Ik ga even kijken of we hem kunnen aankoppelen. Oh, laat ik even. Deze kan je niet gebruiken. Oh, dat is fuck. Nou, dan wordt 50% verlies. Lekker. Ja, dat hoef je niet te vertellen. Ik weet niet dat ik hem verkocht heb. Goed, dan moeten we een heftruc hebben. Voorlaadoptie. Nee. Hamer. Ja, Michelin. Dank u. Kopen, zo. Escape. Ik heb hem. Ja, ik heb hem. Oké. We hebben nodig een ploegmachine, een oogstmachine. We gaan voor rood-wit thema. Kopen. Wow, stuur valt bijna. We hebben een kar nodig. En ik moet momenteel even deze hebben. Wanneer ik zaad ga lossen, dan gooi ik die erop. Ik wil er namelijk geen twee kopen. Want dat geldt me altijd niet toe. Omdat je nog andere dingen onvoorziene kosten ook hebt. Wat ik al zei. Oh, dat is veel. Dat hij erin kan hebben. Kijk even. Wauw. Oké, okay, die hebben we dus ook. We hebben een maaier nodig. Kopen. Ja. Dus ik denk dat een boerderij. Even sturen. Ah, ik zou blij zijn dat ik de computer verplaatst heb. Ik heb veel meer ruimte op mijn bureau. Nee, ja, ik heb het nou even. Ja, dat heb ik. Ah ja. Mag niks. Voorladers die komen er nooit in te staan. Ik heb gezegd dat ik houden wil. Dus als ik er nou een kwik voor zet, accepteert hij dat niet. Nou, combo's kan je zien waar je hem voor kan gebruiken. Je kan hem voor de schep gebruiken. En waar ik hem voor nodig heb, is voor deze. Kopen.
Dat is wel makkelijk, want ik klik je erop en dan heb ik meteen die vork al gekocht en dan koop ik deze ook meteen. Poink. Poef, poef. Dank u, dank u, dank u. Dat heb ik, dat heb ik. Ik heb dat, 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 ik... Een ploeg. Een ploeg, een ploeg, een ploeg, ploeg, ploeg. En die doen we ook in het rood, natuurlijk. Blijven wel in het thema. Zijn de ploegen weg? Oh, hier. Wat ik zeg, de goedkoopste. Mag niet duurder geven, omdat ik niet zoveel geld heb. Ik kan een munitie doen in XML-bestand, maar dat doe ik niet. Escape. Ik heb dinges nodig. Big bags. Met zaden. Eentje van deze. En eentje van tarwe. Ja, tarwe is eigenlijk niet nodig. Ik begin nog niet met kippen. Maar ja, de tarweprijs is ook altijd wat lekker. Ja, we kopen er wel eentje. Zo. Ik ben nog wat vergeten. Ben ik nog iets vergeten? Oogstmachine heb ik, aanhanger heb ik, maaier heb ik, ploeg heb ik, voorlader heb ik, voorladingswerktuig heb ik, tractor heb ik. Hé, hey, mijn balen, voer staat er nieuw. Nou ja, nee, die geeft hij ook niet aan, dus gaan buiten. Even kijken, is dit alles? Ik denk het wel. Dus, auto zat lekker achter mijn trekker geparkeerd. Die even wegrijden. Dan gaan we twee vliegen in één klap slaan natuurlijk. Hè. Nee. Ah. Die zit erop. Goed zo. Gaan we verder. Ja, dat gaat niet. Dan ga je weer voor. 70 meter zicht. Q. Zo, en dan staan we vorken. Waarom staan mijn vorken? Daar staan mijn zaden. Heb ik die vorken niet gekocht? What the fuck? Oh jawel, ik zie ze. Oh. Oké. Okay. Ik bedenk me ineens nog wat. Ik neem die rij wel met die zak op de vork. Bah. Oh, waarom zit ik er? Zit hij erop? Het voorstuk gebruiken is makkelijk, dat moet je met de muis doen. Dat is geen andere optie. Linkermuisknop naar beneden gaat hij omhoog. Naar boven gaat hij zakken. Ga je opzij, gaat hij kantelen.
doe je de linker, de rechter muisknop. Schrijf je CD, schrijf ze uit. Dat heb ik echt moeten googelen om erachter te komen hoe dat werkt. Want man, wat was dat een zoekerij zeg. Oh, we kunnen weer. Waarom hebben ze zo ver uit elkaar gezet, joh? Zo, dan gaan we er even uit. Want... ik ben heftruckchauffeur, ook van beroep. En ik weet, met zo'n ding is onoverzichtelijk. Het zijn stevige zakken hoor, echt. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in mijn volgende video te zien. Doei doei!